kijken naar een werk van Fransje Killaars. Een kunstenaar die in Nederland heel, en ook in het buitenland heel bekend is geworden omdat ze veel met textiel werkt. Hele felgekleurde textiel vaak. En het werk waar we nu naar kijken, dat ziet eruit als een soort grote halteplaats. Het heet ook Non-Stop, Non-Stop Paris. Het refereert dus ook aan reizen. Dit werk is eigenlijk ook een toevluchtsoord voor dromen, maar met al die stapelbedjes boven elkaar en de karigheid van die plek lijkt het ook alsof het een plek is voor een soort tijdelijk asiel. En het bijzondere van dit werk is dus dat het uit 1997 is, maar dat het die constante actualiteit belichaamt eigenlijk. En ja, dat is niet iets om hoera over te roepen, want je zou natuurlijk liever willen dat zo'n migratieproblematiek er niet is. Maar het werk laat wel heel goed zien dat de kunst niet met de rug naar de wereld staat, zoals mensen vaak denken. De kunst staat midden in de wereld en dat geldt ook voor een werk als dit, waar wel een spel met de schoonheid wordt gespeeld. Ja, die stoffelijkheid is heel mooi en hoe er een draad dan in een andere kleur door de ene kleur heen geweven is. Dus het heeft iets heel zinnenprikkelends. Maar ook in thematiek. Kijk, ik denk, we leven in een wereld waarin mensen vaak een complexe geschiedenis hebben die we niet aan elkaar afzien. Mijn vader is in 1956 uit Hongarije gevlucht ten tijde van de Hongaarse revolutie. Dus het besef van vluchtelingenstromen en wat dat kan betekenen en hoe politieke gebeurtenissen invloed kunnen hebben op het leven van een individu, daar ben ik mij van bewust. En ik vind het altijd erg mooi om te zien dat kunstenaars daar op een hele subtiele manier, die ook voor heel veel uitleg vatbaar is, vorm aan kunnen geven. Ja.